Hallo. Vanavond de gebedsgroep. Mensjan en Sharon die zijn in Afrika. Nou, ik ben er zo gegaan. En na afloop was het er weer voor genezing. Dus daar willen we meer in gaan staan. Dus werd een lijstje geroepen van dat en dat en dat en dat is wat we doorgekregen hebben. En als ze nog voor iets anders genezing wil, kom dan ook naar voren. Dus een paar mensen gingen naar voren. En ik dacht, toen ik de laatste, toen ik eentje zag weglopen en plaats was, ik dacht, ah ja. Dus ik loop naar voren en ik zeg van, nou ik zei het al tegen Mensjelan en Sharon en mijn been is 2 centimeter korter en daardoor scoliose. Dus Bettina die zegt, nou, dan gaan we even naar de stoel, gaan we even. En ik, dat heb ik al eerder gezien. Dus op de stoel, benen omhoog. Ja, ze kon het verschil zien. 2 centimeter ongeveer. Dus ze bidt ervoor, Evert en Bettina bidden ervoor. En Bettina zegt dat ze mijn been ziet groeien. Ik voelde niks. Ik voelde ja, de spanning dat ik mijn been probeerde omhoog te houden, dat hun ook vast had. Maar verder voelde ik niet echt iets. Maar hun zagen erbij groeien. Dus, nou, toen staan. Ik voelde dat mijn rug wel wat rechter was, maar. Ik stond op een schuin gedeelte, dus dat zei ik al. Dus ik op rechter gedeelte staan en rugrecht. Ja, behalve de kromming boven van voorover gebogen staan, maar voor de rest rugrecht. En als ik om mijn tenen ga staan, van mijn linkervoet, ja, dan komt het de andere kant uit. Het is nog een gek besef, maar. Is dat nou echt zo, dat het gevoel, die gedachte? Maar ook nu ik het loop, voel ik dat het gewoon is. En als ik op mijn tenen ga staan, dan kromt het de andere kant uit. Gekke gedachte. Dus de overprikkeling in mijn hoofd is weg. Ik had het niet verwacht. Ik had het niet verwacht. Ik dacht van, ja, laat me gaan. Ik dacht eerst van, nee, ik ga niet. Ik heb geen zin. En toen dacht ik van, er is plek. Als er op plek komt, laat me toch wel gaan. Dus er was plek. En ik dacht van, kom op. En nog ben ik dus verbaasd. Maar, ja, als ik gewoon rechtop sta, dan is het gewoon recht. Behalve dus ja, de spiermassa, ja, die is nog ongelijk, maar. Het is gewoon. Ik ben steeds aan het voelen mijn rug, maar. Zo gek. Het is nu gewoon in orde. 2 centimeter is bij. Bertine, die zag het groeien. Ik denk van, ja, dat zou wel mooi. Ja, dat kan wel, het kan groeien. Ik voelde het niet, ik voelde het niet. En nu in één keer 2 centimeter erbij. En ja, ik ben wel boe. Twee centimeter erbij. Ja. Ik ben gewend altijd met kromme rug. Ik ben altijd gewend dat dat ongelijk is en nu suizen is weg. Het overprikkeling is weg en nu dat is weg. Dan moet de spiermassa nog gelijk worden en ik moet eigenlijk voor mezelf automatisch rechtop staan. Maar dit is nu in orde. Ik had het niet verwacht.
Ik dacht van dat duurt nog wel even. Ik had het niet verwacht. En nu is het in orde. En ja, je komt zo rustig over, maar ik voel me ook van. Het is nog niet op me doorgedrongen. Ja. Ik dacht, ik bel mijn moeder. En dan zeg ik het tegen haar. Maar die neemt niet op. Die is nog waarschijnlijk bij mijn oma of wat dan ook. Die is onderweg. Dus ja, ik denk, dan doe ik het maar op YouTube. Raar maar waar, gek maar waar. Maar ja, dank u Jezus. Dank u Here. Dank u Jezus. Nou, want Bettina doet het niet, even doet het niet. Dat is Jezus die het doet. Dus de Heilige Geest door hun heen, door ons heen. Dus de Heilige Geest die het uitvoert in de naam van Jezus. Ja, wat moet ik verder van zeggen? Dus een fijne tijd, groetjes.